Nu de Pokémon Company deze nieuwe Pokémon Wigglet heeft laten zien, zijn er maar liefst 18 nieuwe Pokémon bekend voor Scarlet en Violet. Ja, en toen kwam er een nieuwe trailer en toen waren het er opeens 23 nieuwe Pokémon. En in deze video ga ik jullie uitleggen wie deze Pokémon zijn. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en laat even in de comments weten wie jouw favoriete Pokémon uit deze video zijn. Let's go! Goed dus, Wigglet. Hij ziet er misschien uit als een Diglett, maar het is een compleet nieuwe Pokémon. Het is een watertype en hij wordt ook wel een tuinaal Pokémon genoemd. Wigglet komt met een deel van zijn lichaam boven de grond om te eten in de oceaan. En wat de onderkant van zijn lichaam is en hoe lang dat is, dat weet niemand. Wigglet heeft een hele goede roze neus. Hij kan dingen ruiken die 20 meter van hem vandaan zijn. En als hij ook maar een andere Pokémon ruikt, dan gaat hij gelijk onder de grond, zodat hij zelf niet opgegeten wordt. Pokémon die gisteren dus is aangekondigd, is Fairy Giraffe. En Fairy Giraffe is een normal en psychic type Pokémon. En deze is heel bijzonder, want het is een evolutie van Girafarik. En die kon eerder helemaal niet evolueren. Dat kan die alleen in Paldea. Het is een langnek Pokémon. 3,20 meter en 160 kilo zwaar. En de hoofd van zijn hoofd en de hoofd van zijn staart. Ja, dat klinkt heel erg raar. Maar zo is het wel. Die zijn samengekomen tot één hoofd. Of is het nou één staart? Het lijkt in ieder geval alsof zijn hoofd wordt opgegeten door een Chain Chomp van Mario. Maar ja, eigenlijk heeft hij nu dus twee paar hersenen. En daarom zijn zijn psychic powers super sterk. Hij verspreidt ook allemaal psychic golven vanuit de antennes op zijn hoofdie. En soms is hij zelfs zo slim dat zijn lichaam nog niet kan reageren op wat hij denkt. Dus dan zijn zijn hersenen sneller dan zijn lichaam. Volgens mij gaat dat er heel grappig uitzien. En het schijnt dat zijn hoofd nu zo sterk is dat hij gewoon keihard door staal heen kan slaan met zijn hoofd. Zo. Girafarik dus. Ja, en opeens zagen we nog drie nieuwe Pokémon. Alhoewel, we weten er helemaal niks over. Het is maar een heel klein plaatje. Je ziet hier namelijk op de radar twee muizen. Ik denk dat het een mannetje en een vrouwtje zijn, omdat ze net anders uitzien. Of het kan ook zo'n variatie zijn, net als Spinda bijvoorbeeld heel veel variaties heeft. Ook zien we een groene vogel. En die lijkt me eigenlijk best wel tof. En een gekke steen. Met nog een steenomhulsel. Een beetje gekke Pokémon. Ja, van deze drie weten we dus eigenlijk nog helemaal niks. Behalve dit kleine plaatje. Dan hebben we hier een Pokémon die waarschijnlijk ook bij het strand leeft. Claw. Claw is een steentype Pokémon. Zelf gebruik ik bijna nooit steentype Pokémon om dezelfde reden dat ik nooit insecttype Pokémon gebruik. Want die hebben samen met het grastype de meeste weaknesses. Maar liefst 5. Grastype gebruik ik dan weer wel. Nou, beetje raar. Dit is een ambush Pokémon. Oftewel een Pokémon die jou in de val lokt. Volgens mij zie je ook een soort van camouflage bij zijn scharen. Ik denk dat deze Pokémon zich verstopt en eruit ziet als een steen. En als je langs loopt, dat je dan de Shaak bent. Eens kijken wat erover geschreven staat. Claw kan zijn oogballen helemaal ronddraaien, zodat hij alle kanten op kan kijken. Als je ook naar zijn ogen kijkt, dan zie je inderdaad dat hij echt in zijn, hoe noem je dat? Zijn harnas zitten. Ik noem het even een harnas, vind ik het makkelijkst. Hij heeft dus geen blinde vlekken. Oh, hij hangt op zijn kop in kliffen, zodat hij daarna zich kan laten vallen op zijn prooien die onder hem lopen. Omdat hij anders helemaal duizelig wordt door al het bloed wat naar zijn hoofd stroomt. Als hij zijn prooi eenmaal vast heeft in zijn scharen, dan laat hij ook nooit meer los. En met de ene schaar houdt hij zijn prooi vast en met de andere schaar gaat hij hem dan pijn doen. Het is best wel een gevaarlijke Pokémon. En als hij ooit een van zijn scharen verliest door een gevecht met een andere Pokémon, dan groeit die schaar vanzelf wel weer terug. Sick, soort van Wolverine of zo. Claw moet trouwens wel oppassen, want in sommige regio's van Paldea wordt hij gezien als een delicatesse en wordt hij gebruikt als ingrediënt voor de soep. Ik dacht eerlijk gezegd eerst dat het een evolutie was van Kingler of de Paldea-vorm van Kingler, maar ook dit is een compleet nieuwe Pokémon. Dan gaan we nu door naar een van mijn favorieten, Grafaii. Ai, ai, ai. Grafaii is een gif en normaal type Pokémon. Eigenlijk is dit gewoon een giftig apie. Zo staat het ook beschreven in de Pokédex. Deze apensoort leeft in de bossen van Paldea en laat overal van zijn tekens achter op de bomen. Soort van graffiti waarschijnlijk. Grafaii leeft vooral 's nachts. Het is een nachtdier. En zodra de zon ondergaat, dan likt hij aan zijn vingers en gaat hij overal op alle bomen tekenen om zijn sporen achter te laten. En daarmee zegt Grafaii dat dit zijn territorium is en dat niemand daar mag komen.
bomen. En wat hij dan op de bomen smeert, dat is natuurlijk ook giftig. Dus bug-type Pokémon, insecten die daar langskomen of die dat willen eten, die hebben een probleem. Die worden namelijk verlamd als ze dat gif eten. En dat willen ze omdat het gif heel erg zoet ruikt. En nog voordat de zon op begint te komen, dan gaat Grafaia al die bomen langs en dan pakt hij zijn prooien die dat gif hebben gegeten. Ja, wat er dan gebeurt met zijn prooien, dat staat er niet, maar dat kunnen jullie vast zelf wel raden. Best een gemene Pokémon eigenlijk. En als Grafaia je in een gevecht raakt met een andere Pokémon, dan spuugt hij ook op die Pokémon. En zijn spuug die verkleurt ook aan de hand van wat hij gegeten heeft de dag ervoor. Als hij net een Caterpie heeft gegeten, dan is zijn spuug waarschijnlijk groen. Arme Caterpie. En als hij voelt dat hij in gevaar is, dan maakt hij zijn speeksel zo sterk dat hij zijn prooien of zijn tegenstanders wel tot 3 dagen lang kan verlammen. Eerlijk, ik kan niet wachten om Grafaia aan mijn team toe te voegen. Dan hebben we hier Armourouge en Sarulege. Zoals je kan zien zijn dit allebei vuurtype Pokémon. Maar Armourouge is daarnaast ook een Psychic-type Pokémon. En Sarulege heeft als tweede type Ghost-type Pokémon. Dat is gewoon een spook. Ik weet nog niet zo goed wat ik van deze twee Pokémon moet vinden, want ze lijken best wel een beetje op mensen. En dat vind ik juist minder leuk. Dat heb ik bijvoorbeeld ook met de Pokémon Bisharp. Daar lijken ze wel een beetje op. Er staat ook dat de armor van Armourouge van een warrior komt. En ik denk dat ze daarmee gewoon een mens bedoelen. En die armor zorgt er ook voor dat hij Psychic-type krachten heeft. En hij gebruikt die armor ook om de vuurenergie in zich te zuigen en die aanvallen te gebruiken. Het maakt Armourouge niet uit hoe sterk zijn tegenstander is. Hij zou altijd 1-1 willen vechten en doet dat altijd op een eervolle manier. Het is dus echt een warrior. Dat vind ik best wel toffe backstory trouwens. Daar kan ik wel respect voor hebben. Hij zet zijn armor in zodat zijn verdediging heel erg hoog is en dat hij zijn tegenstanders met een hoge vuurkracht kan uitschakelen. Dan Sarulege. Die heeft natuurlijk ook armor, maar die heeft ook 2 zwaarden. En waar Armourouge heel erg eervol is, maakt het voor Sarulege niet uit hoe die een battle wint. Hij zal sluipaanvallen gebruiken of je in je rug aanvallen. Hij wil gewoon winnen en het maakt hem niet uit hoe. Hij is supersnel, draait om zijn tegenstanders heen en zal met die snelheid jou aanvallen. Ik heb het vermoeden dat je misschien maar 1 van deze 2 Pokémon kan krijgen in de games aan de hand van de armor set die je hem geeft. Dus misschien zit hiervoor nog een pre-evolutie. Die geef je een bepaald item en dan evolueert hij in Armourouge of Sarulege. Dat denk ik. Dan hebben we hier Cyclizar. Dit is een draak en een normaal type Pokémon. En het is een mount Pokémon, wat betekent dat je op deze Pokémon kan rijden. Net als de 2 legendarische Pokémon, Coraidon en Mirrodon. Daarover later in de video meer. Nu even terug naar Cyclizar. Misschien ook leuk om te weten, hij is 1,60 meter en weegt 63 kilo. Maar deze Pokémon heeft in veel huishoudens geleefd in Paldea-regio. Mensen hadden deze Pokémon dus gewoon thuis. Waarschijnlijk om te gebruiken als fiets. Vandaar ook de naam Cyclizar. Hij vindt het niet erg dat mensen op hem rijden, want dat houdt hem alleen maar warm. En dat vindt Cyclizar fijn. Onder zijn hoofd en op zijn buik zie je hier ook een soort van bolling. En dat is natuurlijk zijn voorband. En op een andere plek, ja, tussen zijn benen. Ik kan er niks aan doen. Dat zal waarschijnlijk de achterband zijn. Cyclizar kan maar liefst 120 kilometer per uur fietsen. Jeetje, dat lijkt me heel snel. Hij heeft een onwijs hard hoofd en een hele dikke staart. En dat helpt hem ook in gevechten met andere Pokémon. Ik ben heel erg benieuwd of Cyclizar nog gaat evolueren. Ik denk het niet. Ik vind deze Cyclizar best wel cool. Maar ergens hoop ik wel op een vette evolutie. Het ziet er een beetje uit alsof hij nog net niet af is of zo. Maar ja, het is ook een normal type Pokémon naast Dragon type. Dus hij mag er ook een beetje normaal uitzien. Dan hebben we hier een Pokémon. Er staat helemaal geen informatie bij. We weten dus nog bijna niks over deze Pokémon, maar deze Pokémon die zat op een auto. Nou ja, daar krijgen we vast later wel meer informatie over. Ook van Coraidon en Mirrodon weten we nog niet zo heel veel. Behalve dat Coraidon in Pokémon Scarlet zit en Mirrodon in Pokémon Violet. Dit zijn de legendarische Pokémon en deze kan je dus ook gebruiken als Ride Pokémon. Ik ben heel erg benieuwd hoe snel je deze in de game krijgt. Want ik denk dat je best wel snel gewoon een Ride Pokémon wil hebben. Maar ja, daar is misschien Cyclizar dan weer voor. Anyway, over de weg, door de lucht en door het water kan je deze gebruiken. Later meer informatie over deze legendarische Pokémon. Dan is dit, Cetitan. Een ijstype Pokémon. En dit is gewoon een grote walvis. Cetitan is dus enorm groot en heeft daarom ook enorm sterke spieren nodig. Niet alleen om te gaan met zijn lichaamsgewicht, maar ook om andere Pokémon aan te vallen. Ze hebben ook heel veel vet. En dat hebben ze nodig, want ze leven in ijsomgevingen. En ja, dan moet je wel een beetje warm blijven. Cetitan heeft 5 horens op zijn kop. En met de horen in het midden, zorgt hij ervoor dat hij ijsenergie krijgt. Waarschijnlijk steekt hij die hoorn dan in de grond. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur omlaag gaat. Het wordt enorm koud en alle andere Pokémon die om hem heen leven,
Die hebben daar last van. Ik denk dat je wel een beetje op moet passen voor Sid Titan. Goed, meer informatie hebben we tot nu toe niet. Door naar de volgende. Fiddo! Fiddo is een Fairy-type Pokémon. En hij wordt ook wel een puppy-Pokémon genoemd. Fiddo heeft een kneedbare huid. En die voelt eigenlijk stevig, maar ook zacht tegelijk. En als hij een beetje energie krijgt en stoer wil doen tegen andere Pokémon, dan pompt hij zijn lichaam op, zodat hij groter wordt en dikker en stoerder. Fiddo heeft een beetje een bijzondere adem, waarmee hij dingen in zijn omgeving kan laten gisten. En dat is heel handig als de mensen in de Paldea-regio willen koken. Daarom is Fiddo ook een beschermde Pokémon. Sinds het begin van de tijden hebben de mensen in de Paldea-regio heel veel liefde voor Fiddo en wordt hij dus beschermd en gebruikt als hulpje om te koken. Ja, Fiddo vind ik leuk. Het gaat trouwens wel erg veel over eten, hè? Zal de story in de Paldea-regio daarover gaan? Want we hebben hier ook nog Smoliv. En dat is eigenlijk gewoon een olijf. Smoliv is een gras en een normaal type Pokémon. En de olie die uit zijn hoofd komt, heeft een hele rare, bittere smaak. En die olie is ook zeker niet geschikt om te eten. Als Smoliv zich bedreigd voelt, gebruikt hij deze olie om te schieten op zijn tegenstander, zodat zijn tegenstander langzaam wordt. En in plaats van aan te vallen, rent Smoliv weg. Smoliv houdt niet van confrontaties. Hij wil helemaal niet vechten. De olie in zijn hoofd slaat hij op. En daar gebruikt hij fotosynthese voor. En daardoor kan hij soms wel een week zonder eten of drinken. Ja, dat gaat mij niet lukken. Dat kan ik je wel vertellen. Hij houdt van een droog en zonnig klimaat. En hij houdt ook van lekker in de zon zitten. Gewoon lekker chillen. Smoliv is gewoon een hele chille Pokémon. Hebben we het al over Lechonk gehad? Nee hè, maar Lechonk moet sowieso in mijn team. Lechonk is een normal type Pokémon en ik ben zo benieuwd naar zijn evolutie. Want die gaat sowieso komen. Lechonk gebruikt zijn sterke neus om berries te vinden en lekker op te smikkelen. En door alles wat hij eet verspreidt hij een aroma die bug type Pokémon helemaal niet fijn vinden. Dus die blijven lekker bij hem uit de buurt. Super chill voor Lechonk. Maar hij stinkt dus wel een beetje. Als hij wordt aangevallen, dan rent hij vooruit. Helemaal in paniek. En trouwens, hij lijkt misschien wel dik, maar zijn lichaam bestaat voor het meeste uit spieren. En weet je hoe dat komt? Omdat hij alleen maar aan het lopen is op zoek naar voedsel. Ik vind deze Pokémon geweldig. Wat vind jij van Lechonk? Dan hebben we nog Palmy. En Palmy is wel een electric type. Dat dachten we misschien bij Fiddo ook, maar die is dus een fairy type. Palmy is een muis. En net als Pikachu heeft hij op zijn wangen van die plekjes waarmee hij bliksem uit zijn lichaam kan gooien. Maar ook op zijn voorpoten heeft hij twee van die plekjes. Wow, dat is super sick. Kan die dan gewoon zo gewoon allemaal elektriciteit gooien naar elke kant die hij wil? Hey, dus Pikachu Deluxe. Ik lees dat hij om elektriciteit te verzamelen zo over zijn wangen gaat. En dan gaat hij inderdaad zo die elektriciteit schieten. Hij kan goed tegen de kou en hij slaat al het elektriciteit op in zijn lichaam. En als hij zich onveilig voelt, dan begint hij dus alvast een beetje zo te wrijven om zich voor te bereiden op een strijd. Dan hebben we maar één Pokémon die een nieuwe vorm heeft gekregen in Paldea. En dat is Wooper. Wooper is nu een poison en een grondtype Pokémon. En in vroegere tijden leefde Wooper in de zee. Diep in de zee. Maar daar kwamen allemaal andere Pokémon en daar verloor hij de strijd van. En toen is hij gaan leven in grotten en moerassen. Maar het is natuurlijk een Pokémon die in het water leeft. En om niet uit te drogen, smeerde hij zichzelf in met gif. Of ja, met een giftig vliesje, zeg maar. Woopers zijn daardoor echt badass geworden en ze hebben een heel stevig lichaam. Daardoor zijn ze wel een beetje langzaam. Maar ze kunnen zichzelf heel goed beschermen door gif in het rond te schieten naar zijn vijanden. En daardoor zal je ook veel vergiftige Pokémon tegenkomen in het gebied waar Wooper leeft. En dan hebben we nog onze drie starter Pokémon. Spirigatito, Fuecoco en Quaxly. Spirigatito is een grastype en een kat. Fuecoco is een soort van krokodil en een vuurtype. En Quaxly is natuurlijk een eend en het watertype starter Pokémon. Een beetje jammer, maar voor de rest heb ik nog geen extra informatie over wat de Pokédex zegt over deze drie starters. Maar dat gaat vast later nog komen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat het vooral weten als ik van alle Pokémon die nog aangekondigd worden nog zo'n video moet maken. Doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En laat in de comments weten wie jouw favoriete Pokémon uit deze video is. Mazzel!